De Baard op je beeldscherm. Welkom, leuk dat je weer kijkt. Vandaag vertel ik je alles over powerlifting schoenen. Welke soorten bestaan er, welke heb je nodig en waarom gebruiken we ze? Let's go! Deze video is, zoals ik aan het begin zei, opgedeeld in drie hoofdstukjes. Waarom, soorten en waar moeten we op letten wanneer we een powerlift schoen kopen? Ik begin bij waarom. Stevig. Als ik hier mijn Adidas Powerlift 2 heb, dan heb ik het niet alleen over de stevigheid van de schoen zelf. Hij moet natuurlijk vanzelf spreken, net zoals bij iedere schoen, goed om je voeten heen aansluiten. Daarna heb ik het ook over de stugheid. Zoals je ziet kan ik deze schoen niet goed torderen. Hij is vrij stug. Dat is een tweede ding waarom we een schoen kopen. En een derde ding is natuurlijk de welbekende hak. Deze hak, deze zool, die moet echt snoeihard zijn. Je ziet wel eens mensen squatten in bijvoorbeeld Adidasjes of in Adidasjes, in Nike Air Maxjes bedoel ik. Of andere schoenen waar een luchtzool in zit of een gelzool. Dat is absoluut niet de bedoeling. Want wanneer jij met wat gewicht in je nek staat en jouw enkel staat niet stevig, jouw voeten staan niet stevig en die deuken in, dan heeft het natuurlijk effect op de rest van je squat of de rest van je deadlift of welke oefening je ook wel gaat uitvoeren. Je wil dus ook zeker niet op een vloer waar ik nu op sta, op een gymvloer staan. Je wilt zorgen dat de ondergrond gewoon hard is. Als je basis niet goed is, dan begin je vanzelfsprekend al slecht. Nummer 2 is mobiliteit. Dit is eigenlijk de reden waarom we een schoen dragen, waarom we zo'n schoen kopen. Mobiliteit, dan bedoel ik de enkelmobiliteit. Heel veel mensen kunnen hun tenen niet ver genoeg omhoog brengen. Een enkel is niet heel flexibel. Vooral wanneer je een high bar squat uitvoert, dan kun je zien dat wanneer iemand zakt, hij bij lange na niet zo diep kan zakken als dat hij met schoenen zou zakken. En dat komt alleen door de positie van de enkel. Die is bij heel veel mensen gewoon te strak, je bent niet mobiel genoeg en daardoor kun je dus niet ver genoeg zakken. De reden waarom een powerlift schoen is ontstaan is omdat wanneer ze tijdens het Olympisch gewicht heffen, eigenlijk moet het een gewichtheffschoen heten, tijdens het Olympisch gewicht heffen ze een snatch of een clean uitvoerden, dat wanneer ze de bar omhoog gooiden, om het zo maar te zeggen, ze zo snel mogelijk eronder konden komen en dan hun lichaam verder kunnen laten zakken, zodat ze meer tijd hadden om de bar te vangen. En wanneer je meer tijd hebt om de bar te vangen, kun je natuurlijk ook meer gewicht gebruiken en win je de wedstrijd. En het tweede dingetje wat ik aan mobiliteit wil toevoegen is, je kan natuurlijk in plaats van deze zool, kun je natuurlijk zeggen van, nou, ik leg er een gewichtje onder. Dit is ongeveer dezelfde dikte. En ja en nee, ben ik het niet helemaal mee eens. Een gewichtje is natuurlijk handig. Het is handig om het uit te testen. Je kan er wel even mee vooruit, maar wanneer je mij in de vlogs hebt gekeken, ik heb toevallig van de week 2 keer mijn lichaamsgewicht gesquat. Als je op dat moment met 160, 170, 180, weet ik hoeveel je squat, kilo in je nek staat en je wilt achteruit stappen op 2 van die blokjes, kan je zelf ook al begrijpen, is niet echt heel goed voor de veiligheid natuurlijk. Er bestaat ook nog een tweede soort van wig. Dus ik zal wel even een fotootje laten zien trouwens. Een soort van wig waar je dan ook op kan gaan staan en dan kun je ook squatten. Ja en nee, zoals ik zeg, het is eigenlijk gewoon niet veilig. Ik zou het absoluut niet aanraken. Je wilt niet achteruit stappen en kijken of je ergens goed op staat. En mede niet alleen met het achteruit stappen is natuurlijk dat het niet heel je voet goed ondersteunt. Dus ik zou zeggen, nee. Nummer 2, soorten. Het belangrijkste is het materiaal van de zool. Tenminste, het belangrijkste, daar heb je een aantal variaties in. Dit is, ja, wat zal het zijn, rubber, kunststof. Je hebt ze ook nog van leer. Ik zal ook wel even een fotootje laten zien. Je hebt ook nog van hout. Fotootje is ook nu in beeld. Zoals jullie zien heb ik alleen ervaring met kunststof. Ik heb zelf geen leer of ik heb geen hout. Ik kan begrijpen dat wanneer je leer hebt, dit sneller zal slijten. Voor de rest zie ik er niet heel veel voordelen aan. Met het hout heb ik wel eens op forums en dergelijke gelezen dat je met hout meer in contact zou kunnen zijn met de vloer en meer de vloer zou kunnen voelen. Dit is misschien voor powerlifters, voor Olympisch gewichtheffers, misschien wat meer van toepassing, maar voor de normale fitnesser, niet echt heel veel meerwaarde. Klittenband. Omdat de schoen natuurlijk lekker stevig om je voet heen moet zitten, moet er natuurlijk vanzelfsprekend klittenband om zitten. Je voet moet echt goed worden aangedrukt.
Is eigenlijk wel in mijn ogen een must. Maakt, je zult niet denken, maar maakt een gigantisch verschil. Sport maar eens zonder dat je de klittenbandrand vastzet. Dan zal je het verschil wel voelen. Er staat ook soort, er staat 2, omdat je ook, volgens mij is het Nike. Zal ik ook even een fotootje laten zien. Die heeft voor nog een extra band. Heeft het een meerwaarde? Mwah, sowieso, ik weet het niet. Hoogte. Ook deze. Deze schoen zou volgens internet 1,9 mm moeten zijn. Ik heb hem nagemeten, ik kom toch zeker op 2,23 uit. Wat ik daar wil toevoegen is, 19 mm is de schoen die het meeste tegenkomt. Je hebt ook schoenen met 15, je hebt ook nog wel schoenen met minder. Waarom zou je minder, waarom zou je meer nemen? Als je net zoals mij, niet in het voorbeeld wat ik net gaf, maar als je mijn vlogs bekijkt, dan squat ik eigenlijk altijd lowbar. Wanneer je lowbar squat, dan zullen je enkels hebben minder flexibiliteit nodig. Die hoeven minder ver te buigen. En omdat die minder ver hoeven te buigen, gaat de houding automatisch beter, gaat de squat ook beter. Je hebt dus met een lowbar squat dus eigenlijk helemaal niet zo'n grote zool nodig. Maar wanneer jij Olympisch gewicht even doet, een snatch, clean, etc., dan heb je dat juist wel nodig. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ik koop een schoen als dit, of een schoen wat hierop lijkt, en die zijn bijvoorbeeld 15 mm. Dan kan je er een inlegzooltje in doen van, hoe noem je dat spul ook weer? Ik heb het opgeschreven of niet? Yes, Eva. Dat is, Eva is een afkorting van iets, vraag me niet precies wat, maar ik weet dat het een harde soort kunststof is wat absoluut niet indeukt. Dus wanneer je bijvoorbeeld een plattere schoen koopt en je doet daar een inlegzooltje in, dan kan je dat Eva inlegzooltje erin leggen en dan kun je alsnog met een lage schoen dus een hoge schoen maken. Eigenlijk automatisch aangekomen bij punt 3 is, waar moet je dan op letten wanneer je die zool hebt? Dat is hoogte powerlifting. Ik zit niet in de powerlifting, ik heb even het reglement opgezocht. En in het powerlifting reglement staat dat de schoen maximaal een verhoging mag hebben van 5 centimeter. Vind ik vrij veel, maar goed. En daar stond nog meer in, de inlegzool, dus de zool buiten deze hak om, de zool die je erin legt, die mag maximaal 1 centimeter zijn en niet meer. Dus mochten we dan een powerlifting wedstrijd meedoen, dan kun je daar nog eventueel over overwegen. Daar heb ik het ook proberen op te zoeken van het Olympisch gewichtheffen. Het reglement was nog niet online, dit is het nieuwe jaar. En het reglement wordt misschien aangepast of iets dergelijks. Kon ik in ieder geval niet vinden. Maar via en via andere sites heb ik dus wel kunnen vinden dat daar geen regels voor zijn. Ik weet niet helemaal, het lijkt me een beetje stug, maar excuseer me, ik zit niet in de powerlifting, ik zit niet in het Olympisch gewichtheffen. Mocht je dat wel zitten, laat dan even een reactie achter als jij een persoon met die 100% zekerheid durft te zeggen van dat is wel zo of dat is niet zo. En het is natuurlijk ook wel handig om even in overweging te nemen als je daar eens in die tak van sport serieus wilt gaan meedoen. Een laatste puntje is de maat. Dit is, dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd, dit is een 44 2/3. Ik heb normaal schoenmaat 44 en zelfs deze is nog te krap. Ik zou zeker, dit is een Adidas Powerlift 2, deze zou zeker een maat groter moeten zijn. Nou heb ik twee vrienden van mij, eentje die heeft ook de Powerlift 2 en ook die zei van ja, ik heb een maat groter genomen en die zat goed. Dan heb ik een andere maat van mij, die heeft Adidas Powerlift 3. Die heeft ook een grotere maat genomen en zelfs bij hem zei hij van ja, zelfs dan had hij nog ietsjes groter kunnen zijn. En als allerlaatste wil ik natuurlijk toevoegen, ben je nieuw, heb je mijn kanaal nog nooit gezien, neem dan eens een kijkje op mijn kanaal, dan vind je alles wat met krachttraining te maken heeft. En dan kun je natuurlijk ook gelijk abonneren, zodat je nooit meer een video mist. Tjallas!